Ja, hoe ben ik twee keer live? Hoe de fuck? Oké, wacht, ik ga offline en ga ik even online. Oké, en nu? Ik ben nog steeds twee keer live nu. Hoe kan ik twee keer live zijn? Ja, ik ben nog steeds twee keer live. Hoe kan ik twee keer live zijn? What the fuck? Is het nieuw of zo dat je twee keer live kan zijn? Hekken. Ja, maar slijpen? Hoe de fuck ben ik twee keer live? Ben ik nog steeds twee keer live? Hey Roos, yo Yannick, yo Topi. Ik zou bij hem gaan leven. Ja, bij de ene heb ik 94 kijkers, bij de andere 88. Oké, als jullie bij de ene zijn, dan moet je naar de andere komen. Nee, oké. Kom, jullie moeten naar de chat met de meeste kijkers komen. Dus dat is volgens mij momenteel de 94. Met de 94 kijkers. Als je op mijn kanaal was, zie je twee livestreams. Wat niet helemaal klopt. YouTube is een beetje aan het trippen. Kom naar degene met de meeste kijkers. Want daar zit ik in die chat te kijken. In ieder geval. Als het goed is. Of zit ik nu zelf in de verkeerde? Ja, nu zit ik bij de goeie. Hij zit het meeste. Ja, volgens mij wel Madero. Yo! Loyal game community, alles goed jongens. Ik zet even op Insta post dat ik live ben. Even posten. Wat is dit nou? Oké, jongens, ik ben nu live. Alleen is er een klein probleempje met YouTube. Namelijk, ik sta dat ik twee keer live ben. Dat klopt niet, ja, maar kom naar in ieder geval naar de chat waar de meeste kijkers zijn. Die chat kijk ik. Dus swipe up als je mee wilt kijken. 17-0 momenteel. Let's go! Oké, deze ga ik even een linkje. Oh. Ja, is dat nog half tijd wachten? Ja, jongen, met het mobiel wel het trip. Alles trip, YouTube trip, alles trip. Oh, bij mij staat er nu één keer. Mijn mobiel staat dat ik één keer live ben. What the fuck? Oké. En die. Swipe up. En nu wil ik nog een YouTube gifje. Joh, met de telefoon trip man, ik kan het niet meer aan. Let's go, man. Lap, lap, shit.
Let's get it, boy. Krijg ik nu een refresh? Nee, hier zit hij nog steeds twee keer. Op mijn mobiel staat het heel anders, man. Nou, in ieder geval, we gaan gewoon lekker spelen, jongens. Lekker een potje spelen. Wat lijpe dingen allemaal. Wat lijpe dingen. Wacht, ik ga even terug naar mijn kanaal. Ja, what the fuck? Oké, ik ben overal live. In ieder geval, ja, ik weet het ook niet. Ik ben overal live. Twee keer op YouTube. Gewoon twee keer live op YouTube, jongens. Ja, wat moet je dan doen? Deze even eruit halen. Zo. Dat is allemaal wat makkelijker. Dan gaan we gewoon lekker beginnen. Met de koptelefoon stuk. Maakt ook allemaal niet uit. Oh. Let's get it. A lot of games. Speel je ook 4-2-2 in game? Nee, soms wel. Als ik er niet doorheen kom of zo, dan switch ik wel eens naar 4-2-2. Is dit de enige echte maestro of is het een neppe maestro? Kom maar op 1 minuut achter. Oh, nou god, het is de echte. Het is de echte maestro, wat is dit nou? Maestro J. Dat is good. Love you too, jongen. Love you too. Oh, let's get it, man. Let's get it done. Beetje spelen toch? Dan heb je ook last van delay soms, zeker weten, zeker weten. Maar ja, hoort er allemaal bij tegenwoordig, hè, delay. Nog 13 potten zien, klopt helemaal. We mogen aan de bak. We mogen heel lekker aan de bak. Knallen, morgen tot die pack anders. Komt het morgen al uit, of wordt het morgen alleen pas bekend gemaakt? Oh, ja, een beetje delay. Oh. Oh, let's go, man. Twee streams, ja, Kylian en Mbappé, het gaat helemaal mis, man. YouTube is aan het spacen. Dus kijk je bij die andere stream, kom naar de stream waar de meeste kijkers zijn. En daar kijk ik de chat ook. Fire. Ja, ik ben best wel. Ik speel best wel goed de laatste tijd. Oh, lucky bastard. Jezus, man. Ik moet niet zo snel schieten als ik met die keeper beweeg.
Misschien kies je gewoon blind een hoek en dan gaat het mis, want dan gaat hij lopen bewegen en dat moet hij niet hebben natuurlijk. Zie je dat goed weer? Zo dom man, dat die andere ook moet kiezen. Zo meteen kies gewoon een andere hoek. Oh, dat is een lucky jou. Waar ging naar die andere hoek toe? Dank u. Nee! Geef niet meer kut. Jezus, ben ik aan het kloten, man. Ik had al lang 3-4-0 minimaal moeten staan. Unlucky! I'm so unlucky. Was mijn linksback? Mijn linksback is weg. Oké. Okay. Ja, goed, dat is goed, jongen. Unlucky. Oh, nambal. Scheids, rood. Stuur hem eraf. Waar staat mijn hele team dat het zo naar de andere kant toe? Waar slaat het op? Het is helemaal niet breed of zo. Zou iets te maken hebben met zijn opstelling of zo? Ik heb geen idee wat het is. Hij staat altijd zo compact ofzo. Hij was ook iets niet klopt. Dat het beweegt met skippen, maar ik moet even een goede timing vinden dat ik denk dat hij beweegt. En ik dan niet andere hoek schiet. Anders moet ik even doorpassen tot in de 16. Ik moet meer ook buiten om. En dan kom ik er wel. Jezus man, wat doet mijn Alexander de hele tijd zo raar houden? Hij zit altijd op plekken, jongen. Wat niks te maken heeft met de linksbek. Zo irritant. Kijk dan, dan trek je altijd weghouden daar. Zo raar. Dan trek je altijd weg. Yo, just in here, is goed. Hoe loop je toe, Jan Klaas? Tuurlijk.
Zo. Ah, Jezus. Jezus. Ah, dat zit wel even goed mee, zeg. Geef me een Jezus, man. Scheids. Ja. Mag het? Ik moet aan drie kanten geschopt houden. Hoi, joh. Ik ben zo slecht in penalty's houden. Ik ben zo slecht in penalty's. Ik mis hem altijd. Ik mis hem echt altijd. Ik heb vandaag ook een penalty serie verloren, man. Nou, niet in de Wicker League dan. Dit is zo ziek, man. Wat? Mijn backs die lopen de hele tijd naar binnen toe, man. Ik word er echt gek van nu. Ze moeten gewoon in de zijkant blijven. Ik roep ze wel als ik ze nodig heb. Ah, ik denk dat hij ging. Nou, dat wordt helemaal gek. Als hij scoort, dat wordt helemaal gek. Hé, hey, let's go. Tuurlijk, Maisie. Lef, die wint altijd op Telmans, ja. Ik zweer het, man. Ik ben echt zo'n pure Hollander, weet je wel. Zo'n pure Hollander. Die alleen maar penalty's kan missen. Ik ben zo slecht met penalty's altijd, hoor. Jeffrey, ik ga proberen als te streamen, inderdaad, man. Jezus, 14 schoten, 2 goals. Dat is echt slecht, hoor. Ah! Nambo? Let op deze. Ah, ik dacht, hij gaat er niet verder hoek. Ah, shit. Hij was ook niet goed getuind ook, maar maakt niet uit. Oh man. Oh, dit is niet best. Oh, dit is niet best. Ja, Dori, klopt helemaal. Man. Ik ben 2 keer live. Ik glitch YouTube helemaal. Ik glitch YouTube helemaal, jongen. Ik kan dat 2 keer live. Alleen ik. Ik heb geen idee hoe, maar ik kan dat. Jezus. Geef me een Jezus, man. Nee. Nee, is dat niet goed.
Krijg ik geel? Ik had de bal. Oké. Hoe kan ik geel krijgen als ik de bal heb? What the fuck? Jezus man! De spelers hebben er niet zo'n zin in. Ja, ik doe het wel. Ah, dit is erg te ziek hoor. Ik zei gewoon van de wedstrijden, dan mag je gewoon niet scoren houden. Bedankt. Ja, bedankt. Was te kort. Ja, dat weet ik niet. Iedereen hier voor jou, dat stelt mij verdriet. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Was te kort. Dat vergeet ik niet. Iedereen. Als je trouwens net eentje doet, er staan twee livestreams. Ik ben twee keer live op YouTube. Heel bizar, geen idee hoe dat kan. Maar twee keer live op YouTube, kijk je nou bij de verkeerde, bij de minste kijkers. Kom dan snel waar de meeste kijkers zitten. Want daar lees ik die chat. Dus check het. Yo, Bout. Alles goed, jongen. Yo, Damien. Oh. Ik weet hoe het komt. Je hoort me twee keer. Nu, als het goed is, niet meer. Toch? Roderick Vlak, thanks voor je subby, man. Yo Leefje, alles goed? Ja, lekker met jou, jongen. Heb je qualifiers overleefd? Nee, helaas niet. Ging 6-2 door naar de knockout. Verloor de eerste pot op penalties, tweede won ik met 3-0 en de laatste verloor ik helaas met 2-1. Ja, Johan doet het niet hier, Doerie. Doet alleen maar lef. Sprak Lala, nee, Lala shit. Lala shit man, Walker is gewoon beter, vind ik. Kun je Nightbot daar ook krijgen? Hoe zet ik Nightbot dan? Nightbot scout. Ik ga even zoeken, man, meteen. Nightbot. La 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 la. La 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 la. Oké, ik heb nu Nightbot, ouwe. Dory?
Oh, wait. Ik heb nog geen nightmode, man. Ik zweer dat je hebt more than nightmode in de channel. If nightmode is not moderate, it cannot function properly. Hoe moet ik dat doen, ouwe? Enter into the moderators list and then and don't forget to press save. Hoe de fuck moet ik dat doen, ouwe? Ik moet Nightbot moderator maken. Hoe maak ik Nightbot moderator? Dat is nodig aardig aan, ver over. Kijk je app. Oké, wacht. Ja, ik ben ingelogd met YouTube, man. Oké, dat heb ik allemaal gedaan. Ik ben nu... Ik zit erin, Doody. Maar hij zei dat ik Nightbot moderator moet maken. Oh, er staat een part channel. Oh ja, oh, nu join channel. Ah ja, hij is nu joining the channel. Ah, ja. Nu is joining the channel. Staat er. Doe eens iets met Nightbot. Kan dat? Het Nightbot. Hij pakt hem niet. Hoe zet ik Nightbot, man? Oh, wacht, ik heb een afbeelding. Ja, daar ben ik dus naar op zoek. Moderators. Ah, met die link. Thanks. Dan ga ik even naar mijn bed-WhatsApp. Weer bed-WhatsApp. We moeten ook zonder de bed-WhatsApp. Thanks, Doody. En dan moet die, dat linkje daarin plakken, toch? Of zo, ergens. Huh? Ja, maar waar moet ik dan die Nightbot plakken houden? Oh, kanaal, oh, ah, daar, ik snap het. Oké, dus deze moet nu join channel. Dan heb ik dat linkje. Nee, ik wil alleen dat linkje. Ik zal zeggen met computers, jongens. Ja. Opslaan. Ja, alle wijzigingen zijn opgeslagen. Als het goed is, doet hij in de Doody. Hij doet het! Hey! Tuurlijk! Hij is er! Nightbot! Let's go, man! Thanks, Dory. Meegedaan aan kwalificatie. Ja, ik ging helaas een knockout eruit. Verloor de eerste pot, dat was een best wel 3. Ging eerst 6-2 in Swiss rounds. Ging eerst 4-2, toen 6-2. Toen door een knockout. In de knockout ging het niet zo best. Nou ja, ik speelde wel heel goed, moet ik zeggen. Ik ben wel echt blij hoe ik speelde. Maar mijn tegenstander was ook heel goed. Dus eerst pot verloor ik met penalties, daarna won ik 3-0 en daarna verloor ik 2 helaas.
Nightbot komt uit het niets met tuurlijk. Doei, kan je Nightbot zetten met tuurlijk met 3 U's? Tuurlijk kom je uit Amsterdam, ja. Ik kom uit Amsterdam. Kijk uit met de caps locks, jongens. Als je caps lock gebruikt, dan word je kijk in timeout van Nightbot. Ik weet niet hoe ik dat nog moet instellen. Ik zou dat na de stream allemaal even moeten doen. Hoeveel potten ga je spelen? Ik hoop alles, man. Wie keuze met Nightbot? Ik ken dat allemaal niet, Roos. Ik ben niet zo heel bekend met streamen en zo, toch? Zegt de aanname. Vergeleken met deze tegenstander, mijn internet van mijn vorige tegenstander was niet heel best, moet ik zeggen. Nu dat veel soepeler. Zit goed? Ja. Risicoballetje. Lekker. Ah, moest buiten om. Dat was niet de bedoeling op die manier. Ah, Johnny is nog aan toe, man. Ik probeer hem altijd buiten om te geven, maar hij deelt het binnen door. Oeh, ik ga het niet open moeten draaien. Oké, let's go. Stuur hem weg. Ga je? Kom naar binnen, actie. Nee, is niet goed. Ja, goed zo. Moest je de counter eruit halen. Ik ben allemaal aan het editen, ouwe. Druk start en leave. Goedjes, dag. Ja, die moet erin komen, ouwe, bij Rage Quit. Goedjes, dag. Nou, dat was een gullet. Ik was een beetje bang. Ik zat een beetje te half gullet, half Ronaldo. Want ik zag Gullet zo echt doorlopen, zeg maar. Ja, hij stond er al. Gaat hij bewegen? Ja, heel mooi. Zo, de keeper ligt! Pak hem! Nee, verkeerde kant. Ja. Wow, wat een ruimte zeg. Jezus. Maar ook bij mij de counter als ik counter geef. Wat een ruimte. Lekker Henk man. 7,1. Sterk. Je m'appelle Tony, dat is het enige beetje Frans wat ik kan. En bon appétit. En croissant. En trottoir. Wow, lek. Oh, foutje. Scheids, dank u. Hoe ga je? 18-0. Wij gaan 18-0. 18-0.
Wij gaan 18-0. Ja la 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 la. Wij gaan 18-0. 18-0. Wij gaan 18-0. Slecht schoten. Dat overtreding was. Nou, goed gekiept. Kom aan, Kate. Oh, yo, man. Wat een ruimte houden de hele tijd. Shitje, mineetje. Echt. Alexandra voorin ook weer. Ik weet echt niet wat er allemaal aan de hand is. Ik heb zoveel ruimte weg. Ja, dat doet de computer. Oh. Nou. Oh! Ja, ik was alweer een andere actie aan het doen. Man, shit. Ik deed die paas al, maar omdat hij geblokt was, dacht ik, hij pakt hem toch niet. Dus toen was ik weer in mijn hoofd een andere actie aan het doen, toen gaf je hem opeens wel. Dus dat is fucked. Hey! Hij shockte. Alright, let's go. Ik heb wel een beetje lek de hele tijd al. De lekspitjes. Huppakee, op je mel. Ah, zo hard. Best wel, of niet? Ik heb een penalty. Like. Lucky Tony. Maar jullie kennen mijn penalties. Het gaat nooit zo goed. En nu ook niet. Komt ie aan! Tweede paal! Nee, toch niet! Ah, zo niet zo goed. Yo, gewoon Dutch Gaming, dat is goed. Dan speel je een game, 4, 2, 3, 1. La la la. Tony Coconel. Yo. Bijterskijt. Dat is goed, jongen. En we hebben een reetje kieten. Goedje is daar. Jano Bruin Slot, thanks voor je sorry man. Wie vind je de beste speler? Ik denk momenteel is mijn beste speler sowieso Eusebio. Dat is echt een monster, ouwe. Gisteren heb ik het gehad. Als je mijn vorige stream hebt gecheckt, dan had ik eens Cruijff en zo, Neymar, et cetera. Allemaal verkocht. Een Eusebio gehaald. Maldini hebben we gedaan. Ramos gehaald. En loopt nu wat beter allemaal, man.
Hoezo geen Lala? Ja, ik vind Lala niks. Ik vind Lala niks. Ik vind Walker beter, man. Maar ja, het is meer persoonlijk, hè. Het zijn allemaal persoonlijke kwesties. Sowieso dit jaar heel erg. De ene speelt liever met Pelé, de andere liever met Eusebio, de andere liever meer, met Cruijff, zeg maar. Dus dit jaar is echt persoonlijk. Dat vind ik dat IE wel goed heeft gedaan, waardoor je toch weer een klein beetje verschillende teams krijgt. Natuurlijk heb je nog steeds hetzelfde spel zoals Gullit, Vieira, wie iedereen gebruikt. Maar ja, sommigen zie je ook weer Ballack gebruiken, dus het is wel... Ja man, het is anders dan normaal. Anders dan andere jaren, dus dat hebben ze wel weer goed gedaan. Vind ik persoonlijk. Din, Nif, thanks for your subby. Je bent counter. Ik verander hem even bij als ik 20 games heb gespeeld. Dan verander ik hem. Dan heb ik een mooi rond getal. Vind ik het leuk als ik een rond getal heb. Je bent twee keer live. Valentin. Ja, ik weet het. Het gaat helemaal lijp, man. YouTube is helemaal lijp. Ik weet ook niet wat het is. Dubbele kans om in trending te komen. Hoe heb je Costa? Ik zit eigenlijk te wachten op een Prime Icon SBC, zoals R9 of Fiera of wat dan ook. En dan kan ik hem daarin doen. En ik heb maar voor 300-400k. En als je kijkt voor waar de Reddit voor is gegaan, hoe noem je dat? De Baby Icon voor gaat. Dit zit je op 600-700k, dus ik heb hem goedkoper gehaald dan dat hij... Ja, ik heb hem goedkoper gedaan, zeg maar, dan dat je normaal betaalt voor een icon. Dus... Allemaal denkwerk, jongen. Allemaal denkwerk. En dan ga je R9 halen. Het gaat nog heel lang duren. Ik ga alleen nog die Prime halen en 94 hoef ik niet namelijk. Ik heb 94 ook eventjes mee gespeeld, maar... Hij is goed, maar ik denk dat ik dan liever de CBO in de spits heb, man. CBO Prime is echt een monster. Pasje te snel. Niet zo. Jezus, dat was echt een lucky pass van hem, hoor. Ja. Wow, ik denk dat tikte hem in zijn eigen goal, gek. What the fuck? Deze man is master dode spelmomenten. Oh, dit. Lijkt een master. Aubameyang aan de rechterkant. Of linkerkant. Dat is ook ziek. Hoe bedenk je zoiets? Aubameyang. Deze keeper, nee! Nee! Nou, ik had hem moeten hebben als ik hem zou instappen, man. Dit is echt Johnny's nog aan het doen. Oeh, scherpe bal. Hij speelt wel met risico, hoor, de tegenstander. Bovens keeper! Moet je zien, Tony, man. Dat moet je zien. Blinde vink. Hij schiet hem naar die andere hoek, hè? Oh.
was toch mijn vier rijen. Kom maar, mijn bal, mijn bal. Lekker pik. Tuurlijk winnen, jongen. Tuurlijk winnen. Ah, jongen, jongen, jongen. Wow, 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 wow. We wegen alleen nog maar mijn keeper, man, tegenstander. Moet ik opletten. Als ik een fop lief die. Sowieso. Dan werd hij helemaal gek. Wai, yo. Ja, dat is buitenspel. Yo, Damon, dat is goed, jongen. Oh, loop maar mee, loop maar mee. Oi, yo! Oi, yo! Stap gewoon twee keer op de bal in. Oké. Okay. Ah, oh, Johnny is nog maar toe. Ja, yeah, let's go. Ah, oh, nee, ik denk ik fop hem. Shit. Ik denk, ik trap er wel in dat ik naar die andere kant drijf, weet je wel, en dan ga ik die andere kant op. Oh, scheids. Thanks. 700 kijkers, ouwe. Keiziek. We gaan dik, toch? We gaan dik. Oh. Mijn bal? Schakel, 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 schakel. Drijf, schakel, tuurlijk. Terug die hoek in. Hazard, doe wat. Doe wat, Hazard. Nee, oké. Okay. Ah, scheids, is toch obstructie, pik? Echt zieke delay houden. Ik denk dat ook wat te zien is. Oh ja. Alsof heel de wereld nu aan het spelen is of zo, zo voelt het. Zo, wat een kanonskogel zeg. Zo. Het net mag erin blijven, Gullit. Het net mag erin blijven. Ha. Zo, dwars tot net heen. Koek, koek. Lekker Quinn, man. Tuurlijk kan je binnenkort elite halen. Iedere keer een beetje meer, toch? Iedere keer een beetje meer.
eind van het jaar heb je sowieso wat top 100 houden. En dat moet je wel lukken. Heb je ook een beter team eind van het jaar, et cetera. Oeh, ziek schot. Ah, dit is een beetje lucky. Ah! Nou, ik was ook niet helemaal gefocust. Dus zoveel moeite voor een pipi goal. En dan krijg je gewoon eens een schoot geworpen. Ja, Johnny is nog aan toe. Doe eens even, man. Pannenkoek. Dat is echt ziek, man. Kanté, 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 Kanté. Ronaldo, oh goed. Nee, wat? Oh mijn god. Hij stond er al. Deze man keept zo blind te houden. Erg blind. Alsof hij denkt dat ik elk schot ga schieten ofzo. Elk schot ga schieten. Oké. Elk schot ga schieten. Oh, dit is echt belachelijk, man. Ga hem indraaien. Oh nee, het is iets dichterbij nog. Switch! Dank u. Net een Nintendo Switch. Wat? Lines. To the ball! Ah! Jezus, man. Niet weer die kick-off. Ga weg. Ga weg. Blijf uit mijn buurt. Dank je. Ah, Eusebio, man. Daar ben ik niet van je gewend, pik. Daar ben ik niet van je gewend, zulke balletjes. Ja, kut. Hij is goed met deze soort dingen, man. Lekker. Hij met de vibe! Hij met de vibe! Zijn jullie beste red ifs? Think the pie? Of Werner? Zieke houden. Dit zijn zieke kaartjes.
I'm a survivor. Going to the ground. To the do. Olé, oké. Poging 698. Gaat toch een keertje lukken, jongens. Ah, die zou erin gaan, die zou er wel in gaan. Nou, of misschien... Nee, die zou er wel in gaan, denk ik, man. Maar was dat de keeper ook daar, hè? Ik weet er niet goed van. I'm a survivor. Olé, 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 olé. Oh ja. I'm a survivor. Olé. Olé, wat een goal. Golazo. Pak slagen. Olé. Olé. Ah, oh, hij schoot die andere hoek in. Ah, geef me die bal. Ah, nee, je mag echt niet scoren, man. Je gaat niet scoren. Je gaat niet scoren. Je gaat toch niet scoren. Je gaat niet scoren. Je gaat niet scoren. Zei ik je? Zei het toch? Alle moeite voor niks. Tijden, dat ga ik zo doen, man. Ik zou bij de 20 zou ik hem veranderen. Nou, dat is toch al klaar. Kijk de tijd ook, hè. Plus 2, maar ze zit op 4 bijna, man. Oké. Bam, en dat is 20. Let's go. Wat de 30. Ik hoop het, man. Ik hoop het. Het zou lekker zijn. Maar als het niet zo is, is het ook niet erg. Als het maar 27 plus is. Neem aan dat dat wel moet gaan lukken. 27 plus. Er zijn 2 livestreams voor jou. Ja, klopt, man. YouTube is aan het trippen. Ja, weet ik, Damon. Dat is 2 livestreams. YouTube is gewoon een beetje aan het trippen, man. Ik ben al een keertje online en offline, of offline en online geweest, maar dat scheen niet te helpen. Noah, Timpi, Luc, Wilrik, The Masters, Stef, Bert, Bas. Thanks voor je subbies. Love, man. Love, love, love. Lijpe shit. Jongens, ik heb koffie op. Ik word helemaal hyper. Jongen. Lekker bakkie pleuren, jongen. Zoals ze dat in Rotterdam zeggen. Jimmy zegt dat ook altijd. Jimmy van Feyenoord. Een bakkie pleur. Of pleur toch op. Lekker man. Wat is de beste respect? Ja, ben ik met je eens, man. Ja, nu moet nog 21 potten en dat is ziek hoor. 21 potten houden. Heb je net kwalificatie gehad en dan moet je nog 21 potten. Oh, daar word je ziek van. Wat knap dat hij het gewoon doet. Is die delay? Ja, heel veel. Heel veel delay. Wat de? Nihan Boys.
Wel leuke naam, Neon Boys. Tuurlijk Tim. Tim. Oh, let's go man. Let's get it. Maar één moment is heel veel delay, ander moment gaat het op zich wel. Alsof mensen dan ermee stoppen, zeg maar, omdat ze voelen dat het delay is. En dan horen ze opeens van, ja, ik heb helemaal geen last van hun vrienden, weet je wel. Ik heb helemaal nergens last van, en dan komen ze weer en dan heb je weer delay. Zo denk ik echt dat het af en toe gaat. Oh. Ah, Ronaldo, wat doe je raar, joh? Hij stond zo raar daar. Ah, dat was een goed schot. We kunnen één stapje naar voren moeten doen. En lekker. En lekker. Let's go. Die gaan we ook naschoten houden. Oh nee, ik stap in. Oh, dat is zo dom. Kom goed weg. Je merkt het al meteen, hè? Dan stap je in en dan weet je al, shit, nu ben ik de shark, man. Ik had daar nooit mogen instappen, van mijn langzaamste leven niet. En dan weet je meteen van, oh shit, man. En dan kom ik heel goed weghouden, dan kom ik echt heel goed weg. Dat is echt de bal van Kanté daar, nou. Eer moeten geven. Lekker Kanté. Kanté is echt een monster, jongen. Echt een monster. Ja, blind, dat was echt heel blind. Wat een monster ben jij, zeg. Oei, 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 oei. Die voetje van jou, die kleine, kleine maat 36 wat je hebt. Dat is zo ziek, man. Let's go, man. Oh, ik had een... Ik had niet zo moeten doen, man. Let's get it, man. Jentje. Wat doe jij dat bij het spel voor? Dat ik in mijn vorige stream had dat heel mooi uitgelegd. Ik kan misschien wel een keertje een video over maken van wat er precies gebeurt als je bij het spel voor doet. Misschien is dat beter. En dan hebben jullie een idee of qua timing en zo. Dat kan ik wel vertellen, alleen ja, het is toch anders als je het echt ziet, snap je? Die
Tycho, bedoel je die tut. Die. Deze is 904. Oh ja. Ziek. L1. En dan je rechter stick naar rechts en naar links. Zo, papa. Nummer 10. Hoe zou ze haasten als bezig man? Deze voorzetten zijn ook iets minder. Ik heb wat is het? Ik heb schot en paas gedaan zodat ze voorzetten wat omhoog gingen. Er is een curve wat iets omhoog. Maar zijn afstandsschot is echt heel ziek. Dus voorzetten vallen mee. Dat is wel oké, maar vallen mee. Maar hij loopt heel lekker. En zijn paas is lekker en je ziet zijn balans. Balans is het idee dat het een beetje is van hoe moeilijk iemand van de bal af te zetten is. En hij is heel moeilijk van de bal af te zetten omdat die bal zo dichtbij hem is. Dus dat is wel fijn. Kijk je echt van de beach? Nee, ik wil het wel gaan kijken man. Misschien dat ik vanavond wel even alles terugkijk ofzo. Misschien in bed liggen en dan niks te doen hebben. Kijk misschien even Ex on the Beach. Als goed is kan je het ook op je telefoon kijken toch? Of niet? Het in de eerste maand Prime van Bas gepakt. Dat is ziek hoor. Dat is echt ziek. Ik zie het eerst met SSA dat hij pas op voor mij speelt. Ik weet niet man. Ik heb er niet echt op gelet of ik heb er geen last van. Ik heb geen idee man. Ik heb mijn beste weekend league gehad. Vertel, wat heb je gehaald? Wat heb je gehaald in je weekend league? Adam Idrissi, thanks for your subby. Joran, heel scherp. Alleen ik verander onder 2-3 korte verandering mijn record. Dat is scherp van je. Thanks Thomas. Natuurlijk dit ik nodig gaan voor Sven. Gaan voor. Kante gepakt, Kante is ziek houden. Ik heb ook Kante 2 keer gepakt. Dankjewel, Yassim. Duurt lang. 21 wins, ja. Het liefst is deze ook thuis spelen. Want er is al die layers die uitspel ook nog echt leuk. Laat het dan maar niet doen. Oké, wat in mijn oog zit houden. Deze wel spelen. Hopelijk is geen pro of zo. Die Mares 87 is ook fucking ziek ouwe. Mares aan low shot. In de verre hoek. Die curve van hem is lijp. Is lijp. Vind je leuke weekelijke rivals? Ik denk rivals. Omdat dat... Daar kom ik tegen meer mensen van mijn niveau. Ik vind het altijd leuk om het te meten, zeg maar. Kijken, weet je wel. Waar sta ik nu? Hoe goed ben ik nu?
En wat zou ik nog kunnen veranderen? En dan kan ik mezelf beter analyseren, zeg maar. Wiki League speel ik eigenlijk echt puur voor de punten. En iedere keer als ik plus 27 haal, misschien weet je het niet. Iedere keer als ik plus 27 haal, krijg ik 10 punten. En dat kan me weer plaatsen voor playoffs of ranking. Voor het WK, zeg maar, of zo. Net zoals wat je zag, zeg maar, de punten van de E-divisie dat je kreeg. Hey! Ja, wat is dit dan? Hij houdt gewoon zijn pootje in. Ik snap dat je kleine schoenmaat hebt, maar je mag hem wel uitsteken. Kijk, Kante komt gewoon even met zijn maatje 36 ertussen hoor. Dat is wel heel mooi. Hij kiept hem al. Tom, alleen YouTube. Alleen YouTube. Ik zit wel te twijfelen om misschien nog die switch te maken binnenkort. Dat ik alleen Twitch doe. Ik zit wel een beetje over te twijfelen. What the fuck? Oh shit, ik stap in. Zo, Vieira. Ronaldo, 906 doelpunten gemaakt. Zoals je linksboven in beeld zag. Heel mooi. Ik denk dat hij gaat bewegen met spelen. Ik zie nog niemand bewegen. Volgens mij komt hij er niet bij. Nee, ik ga niet doen. Oeh, hij stapt over de bal heen. Hij gaat terug. Hij gaat niet terug. En dan zet ik hem. Ha. Oh! Loopt allemaal maar net goed af. Ja, wat gaan we doen? Gaan we iemand diep? Ja, gaan we met z'n allen diep. Gaan we met z'n allen diep. Terug. Terug. Ja, wat is dit nou weer? Ah! Ik tel hem al. Blijft het. Oh, ik was er. Blijft het zo staan. Links onder in beeld. Mastercrosser! Mastercrosser! Deze is heel goed. Ja man. Ik heb mijn super sub gehaald hoor. Ik vind hem ook wel goed. Dus afmaken wel iets minder, maar dat is persoonlijk natuurlijk hè. Oh, wat een lelijke bal, Eusebio. Goed dat je het terugpakt. Oh! Ik had me helemaal niet verwacht, want ik keeper deed helemaal niks. Yo, Roy, dat is goed, jongen. Kijk dit dan. What the fuck, dat is die keeper nou? Let's go. What the fuck? Ja, ik heb wel zo'n flesje omgeschopt. Zo'n drinkflesje. Ik hoop dat die stuk is. Kun je lekker geen water drinken.
zijn weer onaardig, jongens. Let's go. Let's go. Ik had het zo in mijn hoofd houden. Oh, joh. Ik denk als die erin vliegt, jongen. Oh, joh. Dat was echt ziek geweest, man. Nu ga deze weer counten. Nee. Ga toch weer proberen, jongens. Oh, is te dichtbij. Nou. Oh, ging nog bijna in. Ah, oh, ik wil zo mooi doen, hè. Ik wil zo mooi doen. Oei, oei, oei. Ja, goeie bal, goeie bal. Sterk, sterk. Doet hij goed. Nana. Fiera, lekker pik. Is het een goede bal? Ja, is goed. Nee, schil. Zou toch ziek zijn als het een keertje lukt, houden. Is het inderdaad wel eens gelukt? Ik kon in één keer indraaien. Oh shit, let helemaal open, man. Ah, lekker, goed dat hij struikelt. Dan zag het nog erger open. Dan kon hij dat balletje geven en dan had hij misschien wel een kans gehad. Nee, dat zag ik. Dat is voorspelbaar, Jochie. Nee, oh, wat een aanname. Nee, ik kan het niet alleen. Ja, nee, nog maar. Hyper! Zijn we hyper! Thanks Sander de Graaf, man. Oh, de tegenstander wacht niet even of zo. Zo! Ja, Johnny, loop dan niet en dan ga je weer terug. Met de bal is eventjes vasthouden. Dit gaat niet goed anders. Ah, kijk zo mee, jezus. Tony. Oh ja, ik wist dat hij mis zou zitten. Oh, ik had. Luister. Ik had mijn goal tegen gehad, jongen. Oh. Ik mis hem, oh mijn god. Ik had mijn goal tegen gehad.
Ik was niet aan het streamen. Volgens mij was het vanochtend. Nee, het was gisteravond. Gisteravond laat, ik had mijn hele team veranderd. Dus ik doe even een paar potten Wicked League. Dus ik kom 3-0 voor. En de hele game switcht. Dus hij schiet. Hij schiet tegen mijn speler op. De bal gaat de lucht in. Mijn keeper loopt er naartoe. En op een gegeven moment, de bal zit nog in de lucht. En mijn keeper doet gewoon stappen achteruit. En dan kan gewoon binnenkoppen. Nog nooit zoiets lives meegemaakt, ouwe. Ik dacht echt, what the fuck? Alsof mijn keeper niet meer wist dat die bal in de lucht was. Zo zag het eruit. Van, waar is die bal nou? En liep gewoon weer terug naar zijn goal. Dat is echt ziek. Oh ja. Lopen. Kom maar, Ronnie man, je bent toch sneller dan Marcelo. Jezus, Marcelo loopt echt Ronaldo er 20 keer uit, ouwe. Alsof het nu al tot die Marcelo is. Nou, slecht schot, slecht schot. Oh, ik tel hem, man. Hoeveel gaat Tony? Ik ga nu 21-0. Na deze waarschijnlijk 22. Als ik geen disconnect krijg, je weet het nog nooit. Mijn bal. Ik ben zo goed geworden. Heel veel spelen, man. Heel veel oefenen, heel veel spelen. Je zal analyseren. En het is ook belangrijk om soms niet te spelen. Dat is ook belangrijk. Zodat je gemotiveerd blijft om te spelen. Als je heel veel speelt, en dan kan het wel zo zijn dat je op een gegeven moment niet meer ziet. En wat met niet meer ziet bedoeld is dat je niet creatief meer bent. Dat je maar alleen maar bepaalde dingen ziet. Dus soms moet je heel veel spelen en soms moet je helemaal niet spelen. Dat ligt er een beetje aan. En dat moet je goed aanvoelen, zeg maar. Rood. Ah, jongen. Nou, dat is een zieke goal geweest, hoor. Welke opstelling speel je in game? 4-2-3-1. Lekker goed. Nee. Olé! Zo leuk, als je ze dan opeens ziet switchen of dat ze dan naartoe rennen ofzo. Dat vind ik zo lachen. Maar zelf doe ik het ook hoor, als iemand zo'n fake ding doet ofzo. Dan ren ik er zelf ook altijd naartoe. Gewoon in de hoop dat hij toch die bal loslaat op een of andere manier. Dit is allemaal niet groen, jongens. Ah, hij doet hem te hard. Ah, ik denk ik had hem.
Heb je ooit Frits gebruikt? Nee man. Geen idee wie Frits is. Ramos, kan je schieten? Nee. Ja, ik kan het wel maar. Ik hoop het, Jord, man. Zo lekker zijn toch, deze man. Tony, hoe gaat het? Goed met jou, man, Bastian. Oh, kikje meisjes. Ik ga even nog een flesje water vullen, jongens. Waar was ik nou? Ah, hier, ja. Roy, FNLA-BO3FanGamer 2005. Lucas Sonnenberg, thanks for the sub. Love. Love, love, love. Mijn record 900 wins. Ja, lekker hè. Heel mooi, heel mooi. Vers van passen. En het water voor. Yo. Oh, ik moet ook nog even snel een foto posten. Reposten. Eigenlijk. Even kijken. En dan ben ik er weer helemaal back en dan gaan we de laatste 8 knallen. Deze en dan repost. Heb ik het nog? Ja. Ben ik klaar, jongens. Oh, daar gaan we dan.
Lekker Doerie. Doerie's back. Dankjewel, Pasjan. Nee, gewoon winst. Ja, dat tikt wel even lekker aan, jongens. Dat tikt wel even lekker aan. Dan ben je aan het eten, Dory. Vind je de service fijn? Eén moment wel, ander moment niet. Het ligt een beetje aan... Ik hou niet zo van delay, man. Ik ben niet zo gek op. Ja, goed om te horen, Senna, man. Jullie Schraven, thanks voor de subby. Volgende speel ik thuis toch? Maradona, dat zie je ook niet veel. Oké, hij is duidelijk niet bij met die EA. Tegenstanders. Maradona. Hij zou goed, hij zou zijn beest, een monster. Yo, Lars Spit, dat is goed, jongen. Tuurlijk, Thomas. Yo, Stan. Doet Hazard ook op het middenveld? Oké, come on. Ah, jij loopt niet weg dan, Flapdro. Goede actie. Goede actie. Vertellen wat ik gisteren heb gedaan. Ik zet meer in mijn zak, mijn kleren naar de maan. Is mijn achterbiertje, mijn kop doet nog steeds pijn. Geef mij nou maar een biertje, het beste medicijn. Heel gelukkig uit. Keeper? Ga je mee? Jawel. En door. Komt u maar! Hazard, kom op. Ja, dit is echt unlucky, man. Zo dom geschoten, zo dom. Kom maar nou. Lekker pik. Prima, is gewoon prima.
Ah, het is gewoon een elleboog hoor. Ik heb het gezien. Zo lijp dat hij zo instapt. Ja, Jezus Christus, hé. Zit niet echt mee. Oh. Ik speel slecht ook. Veel te gehaast de hele tijd, man. Ja, Jezus, man. Ja, en hier krijg ik geel voor, of vrij erop tegen voor. Kom op man, kijk wat hij allemaal doet. Ah. Ah, het is de hele tijd net niet man, of dan geef ik een paas en dan gaat hij weer naar de verkeerde toe. Ik heb ook helemaal geen rust in mijn spel. Sowieso. Was dat buitenspel, ouwe? Volgens mij was het never nooit uitspel. Maar oké. Okay. Het is zo unlucky de hele tijd, man. Kom op. Let's go. Oh. Je hoort me klikken, man. Ah. Kan iemand mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Goed jongen. Sucrie, ja. Ik speel ook op de Xbox. Ah, dit is lullig. Dat is heel lullig. Ik wist wat ik gaf hem en ik dacht, nou, dat gaat nooit gebeuren, man. Oeh, dat is scherp. Dat is echt een blinde paas.
Let's go, man. Lekker Ramos, man. Wat een monster is dat, zeg. Het is toch te ziek voor woorden eigenlijk. Iemand van 2 miljoen Maldini is gewoon slechter dan Ramos. Dat is ook ziek, man. En hij is 2 miljoen nou, hè. Ik vind Ramos echt oprecht beter, man. Veel feller. Veel beter verdedigend. Veel beter in de lucht. Het is echt ziek, ouwe. Alleen omdat je een speler kan linken, is hij 2 miljoen. Dat is de domste bal in mijn leven. Of is nu 1,5 minuut trouwens. Vertellen wat ik gisteren heb gedaan. Ik geld meer in mijn zak, mijn kleren naar de maan. Dit is mijn laatste biertje, mijn kop doet nog steeds pijn. Ik neem nog maar een biertje, het beste medicijn. Zoals hij schoot, zat hij gewoon, hè? Kom goed weg, man. Ah, joh, Hazard! Deze game overleven en dan even. Ja, oh, goede redding. Kan niemand mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Geen geld meer in mijn zak. Mijn kleren naar de maan. Dit is mijn laatste regen. Mijn kop doet nog steeds pijn. Met mij nog maar een biertje. Het beste medicijn. Oh, wat een heerlijke bal, zeg. Yo, Lesio. Zing ik nog eens. Ja, maar ik weet die tech niet zo goed. Ik weet dat stukje niet meer van het biertje. Laatste, beste medicijn biertje, dat stukje is wel goed. Maar dat andere biertje is niet goed, denk ik. Dat stukje. Moet ik bij de toppers gaan? Tuurlijk, let's go, man. Oh joh, weet je hoe bang ik zou zijn nou, als ik zou moeten optreden in zo'n volle arena? Dan ben ik echt knijter bang, ouwe. Lijkt me zo eng. Echt respect voor de toppers dat ze het gewoon durven houden. Natuurlijk hebben ze ervaring met optreden en zo, maar dat is lijpe respect, man. Kan niemand mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan?
Ik help hier in mijn zak. Mijn kleren naar de maan. Zet het liedje op. Ja, als copyright, dat kan ik niet doen, man. Hé, hey, mijn vierde aspirintje, dat was hem! Ja, man! Mijn vierde aspirintje, ja, man! Zo! Ik denk ook de GA, maar ik hoop goed van. Goed, af en ik zelf lekker keeper. Maar je moet sowieso geen totty keeper houden, man. Tenzij je echt, echt. Oeh, money to blow hebt, maar anders is het echt zonde, man. Mijn Insta. Zo, heb ik dat nooit bedoeld. Mijn eerste space, man, ben het gewoon space. Waar moet ik op kijken, Dory? Nee, Jay, als jij wel fuck muziek hoor. Oh! Is dat wel schoon? Tuurlijk. Zit hij wel lekker onder het dekentje? Ja, 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 zit hij lekker onder het dekentje, die doei. Ha, wat een fenomeen. Early pauze! Nee, dat werkt zeker niet, man. Dit jaar zeker niet. Anders had ik het zeker weten gedaan. Die de tekst niet. Nou zeg. Goud 1 toch? Nu heb je goud 2? Of wat kan je nu nog halen? Sorry, ik ben niet heel bekend met de rest. Wat is er max wat je nu nog kan halen? Stel je wint alles. Dan moet je nog 3 potten hebben. Tot die. Nee, als ik al tijd maar eens zit, vind ik alles prima, man. 23, ja, man, sowieso. Als je die 3 wint en je hebt Elite 3, dan zit je gewoon lekker, hè? Denk zo. Ja, manuals, dat beter gaat, hè? Ja, je mist wel die Elite 3 packs, hè? Weet je, die phone packs. Ja, lijkt mij gek hoor. Dat het beter is, ouwe. Goud 1. De kans is heel klein dat je een totty pakt, hè. Als je hem dan niet pakt, dan zit je lekker met gebakken peren. Dan heb je tenminste nog een inform packje. You feel me? You feel me, bro? Memo? Oké. Okay. Nou, is niet goed. Oh! Ik vergeet dat Eusebio ook goed kan springen. Dat vergeet ik steeds. Opeens komt die bal bij Eusebio, wint gewoon, komt die wel, kleine manneke. Kleine manneke.
Ik zat wel lekker kort achterin, zeg. Shitje, mineetje. Hij speelt of 4-2, iets met de zijkanten. Of 4-4-2. Moeilijk te zien. Bij het spel, shit. Oh, het telt! Ha! Hoe dan? Dat wist ik. Dat wist ik gewoon. Zo. Heb ik het nooit bedoeld. Nee, zo. Heb ik het nooit gevoeld. Nee! Lekker. Nee, zo. Had ik het niet verwacht. Een ander in mijn huis. Dus ik voor jou de hele dag. Zo. Heb ik het nooit bedoeld. Ja, let's go. Nee, zo. Had ik het niet verwacht. Geen juist in de weg, heel ik bij jou de hele dag. Oh. Voor je zaag. Die lekkere knopjes, tuurlijk. Nee, zo. Had ik het niet verwacht. Scheef je stuur. Ik wil bij jou zijn heel de nacht. Special. Had ik het nooit bedoeld. Nee, zo. Zo. Tuurlijk. Beetje zingen toch vanavond. Je moet een beetje vrolijk blijven. Yo, Robin Rens, dat is goed, jongen. Goed gezongen, ja toch? Tuurlijk. Meneer Voorsen, nou, nah, dat is iets te hoog gegrepen, denk ik. Iets te hoog. Het is 23. 24, ha! Got you! Got you, Jean-Paul! Got you! Dankjewel, Thomas. Zo, ze kast met de straat er vanaf. Tuurlijk, Chardo, het beest. Ik heb een weekendje gehad. Wow, gaat wel. Bij jou, Lars? Dankjewel, Mats. Loof me. Oh, Bjorn. Shit, ik zie niet wat er. Is goed, Bjorn. Is goed, man.
Nee, zo. Had ik het niet. Tuurlijk de Joker. Schreeuwen, stuur. Ik wil bij jou zijn heel de nacht. Ga je dit nog halen? Ik ga mijn best doen, man. Mijn best doen, Duco. Yo, Brechtje. Is goed? Het is Weekend League. 30 potten wat je in het weekend speelt, zeg maar. En dan krijg je uiteindelijk rewards voor als je het goed doet. Nou, goede rewards. Hoe beter je doet, hoe beter de rewards. Yo, Piero. De game up. Welke opstelling? Ik speel zo 4-2-3-1, maar ik vind 4-2-2 ook wel fijn. 4-4-2 vind ik ook fijn. Yo Ryan, yo Jens, yo Job. Talent! Nou, helaas kunnen we niet zo goed zingen. Yo Chrissy. Let's go! Nee, zo had ik het niet verwacht. Een ander in... Scheids! Rood! Een ander in mijn huis. Het is van jou zijn heel de dag. Zo heb ik het nooit be... Jezus, wat ben ik aan het doen? Oeh, wat een mooie bal. Oeh. Olé. De eerste bal was wel heel mooi. Ah, oh, dit is echt zonde. Echt zonde. Oeh. Scheids. Hallo, hij zit er compleet mis, joh. Zee, stuur me weg. Ik wil bij jou zijn heel de dag. Zo. Heb ik het nooit bedoeld. Ah. Nee, zo. Had ik het niet bedoeld. Ja joh, waarom? Laat maar liggen, die is daar. Laat maar liggen, die is dood. Ja, la, la, la. Ah, dat is verkeerde man. Oh, hij valt... Oh. Gaat hij dan liggen of zo? Dat is niet de bedoeling, jongens. We moeten nog een aantal potten. Laat maar liggen, die is dood. Ja, la, la, la. Jongens, ik heb het echt naar mijn zin. Dat moet ik even zeggen. Zo, Alba. Jezus, scheef. Ja, la, la, la. Lekker gulie. Oeh. Oeh. Fiera. Oeh. Ik ben in. Laat me liggen, die is dood. Hij speelt niet. Nou, gelukkig niet. Ja, la, la, la. Ja, la, 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 la.
Oh, ik deed die actie niet, man. Unlucky! What? Unlucky! Hey! En door. Hey! Ah, jongen! Wat doe je nou? Laat me liggen, Riesje. Jalalala. Jalalalalalala. Nee, schil. Oh, wat een golazo! Heel mooi. Wat een golazo, jongens. Ja, shit. Viera, wat een shoddy. Nee, nu doet Jesus ook graag, gelukkig. Best wel? Ja, ah! Zonde. Een beetje verliefd. Een beetje verliefd. Ik dacht een beetje verliefd. Ah, ha, ha. Als ik wist wat jij toen dacht, had ik nooit op jou gewacht. Zat ik te dromen deze nacht. Voor me, maar die droom ging snel. Ah! Le voorwaard. Een beetje verliefd. Ah, ik schets. Oh. Kom op. Kom op, kom op. Oh, lekker. Kom goed weg. Ah, mijn pet doet pijn aan mijn oor. Nee. Wow. Bijna was hij daar heel lucky en was ik heel unlucky. Maar nu ben ik op een of andere manier toch lucky. Terwijl hij ook weer lucky was, maar toch weer unlucky. Snap je dat nog? What you? Jezus, hoor. Pardon. Ah, is toch rust. Oh nee, is nog geen rust. Ik dacht 2 minuten. Maar het zijn er 3. Ah, nee, keeper! Lekker peek. Trots op jou. Ah, gewoon prima resultaat, Bart. Dat is een prima resultaat. Het is elite 3, toch? 25 is elite 2, dacht ik. Oh, dat is bijna elite 2, hoor. Een beetje verliefd. Yo, Samme Kepes, dat is goed.
Voor wie spaar je? Ik volg dan denk ik Prime Fiera. Ik denk dat het een mooie upgrade is. Of Totti Kante. Ja, sowieso dat Totti Kante gaat komen, ouwe. Nee, eerder Totti Kante denk ik dan Prime Fiera. Weet je, deze Fiera is best wel goed. Natuurlijk is Prime Fiera is beter. Maar Totti Kante is toch wel een groter verschil dan... dan Prime Fiera, denk ik. Denken jullie niet? Nou, gaat wel echt ziek duur worden, man. Tot die kant. Ik denk 2 mil. Tot die kant 2 mil zoiets goed worden. Minimaal. Zoals Cristiano Ronaldo en zo, die wordt echt lijp duur, ouwe. Die wordt lijp duur. Oh, tel hem, man. Als hij groen was, zat hij. Wat een heerlijke tackle. Hij is te hard. Oh shit. Wat? Hij timte gewoon rood. Oh mijn god, ik telde hem al, ouwe. Oh. Hij werd helemaal zenuwachtig. Hij werd lijp zenuwachtig. Kom ik zo goed weg? Hij timed hem gewoon rood. Ah, oh, stomme bal. Oh, Joshua is goed, jongen. Joshua, je mag hier zeggen, joh. Ja, gaat lekker, man, met jou. Oh ja, kijk uit voor caps op, jongens. Nightbot is agressief vandaag. Als met caps lock wordt, krijg ik een time-out. Ik moet het even eraf halen. Dat moet ik even na stream doen. Jezus, dat ik dat niet eens goed time? Oh, dan ben je echt slecht bezig. Ja, Mitchell is goed, pik. Ja, freestyle, juniors. Is goed. Nee, zo. Ik het niet. Ja, wat is dit nou? Gaat gewoon over de bal in. Nee, zo. Dat ik het niet. Een ander even huis. Oh, ik zit er gewoon naast, ouwe. Kom op nou, Tony. Jezus, hé. Hey. Oh, wat verschrikkelijk. Ik had die me laatst moeten steken, man. Ik deed kruisje, maar ik had hem moeten steken. Ik weet niet of hij dan hetzelfde is gegeven, maar... En soms dat hij... geeft hij gewoon hetzelfde, omdat hij een soort van... En dan ben je in een soort van sliding die bal, dus dan... Misschien zou hij wel hetzelfde geven, maar... Zo is het dom dat ik geen driehoekje deed. Hoe kan je daar nou terugspelen, pik?
Zo. Had ik het niet verwacht. Een ander in mijn huis. Even jou nu. Laat ik morgen tot die zal tegen de avond zijn, man. Zal tegen de avond zijn, zoiets. Ja, dat is een lekker goaltje, hè? Dat is een lekker goaltje. Ga je het op hond halen? Ah, weet ik niet, man. Ik hoop het, het zal lekker zijn, maar ik verwacht het niet eigenlijk. Stel, ik verlies er eentje, dan kan ik, is het al ripped op 100 houden. Jimmy! Jimmy gaat ook bijna 30. Jimmy HD, Jimmy HD, Jimmy HD. Ja, la, 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 la. Dat klinkt zo lekker, hè? We moeten nog een leuk muziekje voor Jimmy vinden. Bastafa. Boep! Ah, het is sowieso wel weer 30. Boep is een monster. Danny. Ook 30. Julian ook. Ik denk niet dat ik heel hoge punten heb. Hè? Hoe gaat de lef? Jerry 28, gewoon prima. Hoeveel moet left er nog dan? Oh, die moet er nog knijter veel houden. Haha. Pina. Sierhuis. Ik weet niet of Sierhuis afmaakt. Misschien is hij de trainspan. Maestro. Die moet er ook nog aardig wat. Tom ook, jeetje. Lef gaat 19-1? Hoe dan? Heeft hij tegen goede verloren of? Tony mocht kiezen tot die Mbappé of tot die... Ja, Mbappé, sowieso. Lover tot die. Koekoek! Geen lover tot die, man. Nick 30-0. Tuurlijk heb Nick 30-0. Dat is een monster. Tony Coconel, Coconel. Tony Coconel. Ja la 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 la. Zwaar voor tot ik aan thee. Ja toch? Tot ik aan thee. Dat wordt echt een monster al. Dat wordt echt een monster. Besef, hè? Dat zijn gouden kaartje vind ik wel echt top. Laat staan wat Totti Kanté gaan doen. Nou, ik denk dat Totti Kanté misschien wel 3 mil wordt. Ik zeg wel 2 mil, maar kijk wat ze in vorm deden. Ze in vorm met ruim het dubbele. Die had 800-900k. What the fuck. Ze had zo'n glitch in de game. Als je voet erop doet en dan speelt hij zo ver voor zich uit. Maar zijn Totti was met het dubbele al, hè? Of zijn in vorm. Kanté is volgens mij 400k of zo. Niet eens goed gedaan. Maar ja, dus kan je nagaan. Ik denk dat die Kanté wordt gewoon 3 mil houden. Minimaal zoiets. 3, 4 mil. Maar hij wordt zo lijp. Tot die Kanté. Ja, ik zweer. Iedereen gaat hem willen. Iedereen gaat hem willen. 100%. Als jij naast Prime Vieira. Dat was sowieso een monster, man. Dat was sowieso een monster. Ik denk dat heel veel mensen Gullet weg gaan doen, man. Want heel veel mensen gebruiken Gullet puur voor CDM. Ik denk dat best wel veel mensen Gullet weg gaan doen voor Totti Kanté. Denk ik persoonlijk, hè. Maar ik weet niet of het gaat gebeuren, natuurlijk. Maar dat is wat ik denk. Totti Kanté wordt zo lijphard. Je wordt echt lijphard. Ah, dit is niet best.
Nee. Schop hem! Schop hem! Oké, opgelost. Ja la 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 la. Tony Kokkenel, Kokkenel. Tony Kokkenel. Ah, shit, schot. Ja la 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 la. Tony Kokkenel, Kokkenel. Oeh, wat? What the fuck? Tuurlijk! Ah joh, dat is gewoon de bal joh! Pannenkoek. We zijn twee livestreams, ja. YouTube is aan het spacen bij mij, man. Ik weet niet wat het is. Dat deed de computer trouwens, hè? Met zijn hoofd. Ja, mijn bal, kom maar. Inleveren. Inleveren. Wow, dat deed hij heel ziek dan. Dat heeft hij heel ziek gedaan. Ah, mijn bal. Ja, lekker. Oh, jongen. Hij is zo lekker agressief, jongen, die Ramos. Heerlijk. Hou ik van. Zo lekker agressief, die pik. Mijn bal. Oh, dat is zonde. Ik had hem misschien wel moeten timen eigenlijk. Maar ja, het is heel moeilijk hè, dat timen. Zo'n volley, vind ik. Ah! Oh, ja, speelt gewoon goed man. Misschien wel een beetje onderschat. Speelt gewoon goed. Kom goed weg. Nee joh, ik doe die verre hoekje op, pannenkoek. Ik zou er niet in gaan, daar niet van, maar ik deed wel een verhoek. Oh, zit er net niet lekker tussen altijd, man. Je hebt precies potjes, dan zit hij precies overal even lekker tussen, weet je wel. Heel vervelend overal. En sommige potjes zoals nu, dan zit hij overal net niet tussen. En dan is de tegenstander zo gevaarlijk de hele tijd. Ja, ik zie dan gaten, zeg maar, waardoor ik denk van, nou, dat kan best wel gevaarlijk worden. En die gaten wil ik niet zien. Dat vind ik niet fijn. Waarom ik timing niks goed, man? Ah, joh, Johnny! Kom op, hé. Ik telde hem. Als Hazard of zo had genomen, zat hij, man. Nou, ik dacht, ik kon het proberen met Vieira een keer, toch? Weet je, voor hetzelfde geld zit zo'n bal wel. Dan heb je spijt dat je niet genomen hebt. Ik kom alleen achter als je zo'n bal schiet, natuurlijk. Daar hebben we over nagedacht. Dat zijn feiten, jongens. Dat zijn feiten. Feitjes van Tony. Ja, dit is een beetje unlucky. Dat die bal zo niet goed valt. Anders was ik lucky geweest natuurlijk, maar ja, nu is het tegenovergestelde. Hey, druk een knop, ik ren alleen tegen man.
Ah, oh, jongen, wat een aanname. Ja, als hij erin ging. Dan had ik mijn hoed op, zoals Evert zou zeggen. Wow, je zag hem echt, wauw. Alright. Dat was echt apart, ouwe. Zagen jullie dat? Ik gaf hem bij de penalty stip en hij gaf hem helemaal aan de rechterkant. Dat is echt lijp, man. Goed, slecht, alternale. Ja, je hebt goed opgelet, Thomas, man. Ah, is goed, Jay, man. Is goed. Fijne avond en succes op school morgen. Ik hoor die atomenade maar even. Ja, moet ik wel iets ruimer voorstaan, maar anders is het wel een risico. Dan vergooi ik misschien wel een kans. Ik kan ook weer een kans creëren ermee, maar... Ik kan niet moeten uitstappen. Lekker. Viera, tuurlijk. Let's get it, boy. Let's get it, boy. Actie, nee. Oh, hij had hem binnen. Knap. Binnen. Ah, ik denk ik schiet hem een keertje op korte hoek. Maar ik vergat. Hij keepte hem niet. Ik zag hem niet bewegen. Het staat nog steeds pas 1-0. Met deze hand is ook wel goed, hè? Goede speler. Ah, jongen, jongen. Ik schiet hem gewoon niet goed in, man, ook. De hele tijd. Dat is ook zo stom voor mij. Wat heb je soms, hè? Van die potten, dan ben je iets onscherper of zo. En dan... ja, dan ga ik hem erover. Hé! Hey! Ramos! Dat is unlucky, ouwe. Oh, daar kom ik zo goed weg. Ja, maar dat was ook best wel unlucky, ouwe, man. Via mij komt hij nog mee, die bal. Ah, daar doe je soms niks aan. Sorry, daar doe je soms ook echt even niks aan. Gaat er nog wat gebeuren? Oh, gaat Campbell. Hey! Ja, leuk altijd wat mensen shoppen. Blijft leuk vinden. Oeh, hij zit helemaal vrij, hoor. Hij is naar 3 verdedigers, hij is naar 3 verdedigers. Oh my god. Ah, ik heb hem. Hij kan zien, tuurlijk. Wachten. Is dat helemaal verkeerd daar voorin? Is dat helemaal verkeerd? Laat hem even denken. En terug. Oh, jezus, wat een lelijke bal. Dat had toch moeten wezen, man. Ah, werd hij weer aangeraakt. Die was wel weer goed geweest. Ja, nu staan ze allebei verkeerd. Oh, wat is Johnny's, man. De precisie spel is echt ver te zoeken momenteel. Huppakee, op je mel. Oh, precisie spel is ver te zoeken, man. Ik zie dit niet. Midweek live, ja, ik weet het, man. YouTube tript een beetje. Dus gelukkig heb ik PS4 seizoen Kanté. Kanté is gewoon een monster. De meest onderschatte speler in de game, denk ik.
YOLO games, tuurlijk! Let's get it, man. Pardon. Wat? Wat jouw volgende aankoop? Ik zit te denken aan Totti Kante, man. Of Totti Ramos, denk ik, één van de twee. Ik denk dat mijn voorhoede is wel prima voor, zo, voor nu. Dit is nog weer de weekend, ik hoop het, man. Stan Gaming, thanks for your shibby, man. Ik hoop dat het 0, maar voor 27 vind ik eigenlijk al prima. Als ik maar de 10 punten heb. Hoe ben je geband, Henkje dan? Wat is je gast allemaal van plan? Zo! Mijn verdediger kegel er gewoon even omver. Huppakee. Zoals me net. Ja, hij was naar Ronaldo bedoeld. Ik denk Ronaldo lopen door, maar hij was nog niet zo ver. Oeh, ik denk ik had hem. Lekker pik, trots op jou. Scheids. Dank u. Hij was heel blind, ik zag hem niet eens daar. Ah, ik moet een keertje gewoon die achterlijn overgaan, man. Je ziet het. Hij verwacht hem niet. Tony, je moet even de 2-0 maken. Ja, dat was ik wel van plan, alleen mijn tegenstander heeft daar niet zoveel zin in om daaraan mee te werken. Dat is best wel goed namelijk. Oh, what the fuck. Oh, die Ramos is zo'n beest, jongens. God, wat een monster zeg. Dat is heel dom gespeeld voor mij. Ja! Nee! 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 Ja! Nee! Oh! Hoe de fuck zit die bal niet? Hoe de fuck? Nee, ik ga het niet meekrijgen, hoor. Ah, ik wou net wachten, man. Hij moet zeg maar iets weg zijn en dan moet je hem geven en dan ben je helemaal weg. Zoals nu. Let's get it. Nee, ik zie hem korte hoek. Ah, ik speelde het nog zo slim om de keeper te laten shocken. Nou, blijkbaar speelde ik niet helemaal. Ja, hij loopt weg. Wat een guy. Hoe goed is Gullit 90 op Cam? Kijk, je moet Gullit heel slim gebruiken, want natuurlijk zijn draaien is niet geweldig. Wacht hoor, ik speel even de game uit. Oh shit, wat een blunder, wat een blunder. Oh lekker. Oké, kijk. Gullit moet je heel anders gebruiken op Cam. Ik gebruik hem voornamelijk zie je me terugrennen met Gullit als derde CDM.
is, ja, is gewoon lekker als je 3 CDM's hebt, als je 3 spels op elkaar staan daar. Dat is gewoon heel fijn. Nu gaat verder. Je moet wachten tot hij loopt. Hoge ballen zijn fijn, hij is sterk. Als hij loopt, dan is hij bijna niet meer bij te houden. Omdat de reden ervan is omdat hij zo sterk is. Dus het is fijn, dus je moet nu anders gebruiken. Mensen hebben Ronaldo of zo als CDM en dat is. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon fijn. Oh, zonder Bjorn, man. Je bent kant. Ja, ben ik mee bezig. Ik heb al honger, nou. Oh. Bijna 10 potten achter elkaar gespeeld, jongens. Oh, nee, nee, nee. Conditie. Jongen. Ja, dat jongen. Kom maar aan, ik pak even snel wat te eten beneden. 2 seconden hoor. Twee seconden jongens, kom maar aan. Ik heb zo'n honger al. Huts! Het is aan Nebo. Bas Min, nee, ik ben echt heel slecht met treden, hoor. Ik denk dat die mogen toch, volgens mij. We hebben bijna de 600, nog eentje. Zullen we de 1600? Ja, 600. Tuurlijk.
Tuurlijk, Mike van Dam. Alright, let's go man. Laatste vier. Ik weet niet welke totti ga je kopen. Kante en Ramos. 100. En Ramos is een monster. Die fenomeen moet je gewoon hebben. Dit zijn de eerste twee die ik aanschaf. En daarna ga ik pas sparen voor mijn avond, denk ik. Doei! Doei, die is back. Ja, la 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 la. Doei, die is back. Die is back. Leef je ook liever nog eventjes voor mezelf, man. Er staat nog, namelijk nog de E-divisie staat nog op de planning. Op de Xbox. Dus, die wil ik nog wel goed doen. En het gaat niet als mensen mijn tactiek weten. Daarna wil ik best prijs geven, daar heb ik geen probleem mee. Al. Dus na de Xbox seizoen wil ik hem best wel koekoek. Zet ik hem zo op YouTube voor je. Oh. Ja. Gaat het zo snel, Thomas? Die Totti. Ik dacht al dat per week of zoiets. Eerste week verdedigers, tweede week middenvelders. Ik niet dat ze snel kwam. Ik doe het één week. Ah, ziek houden. Mag ik qualifiers zijn afgelopen, man. Ik ben helaas uitgegaan in de knock-out. Ja, een maandje wachten, hè. Ik ga ook wel eventjes wachten, hoor, denk ik. Ik heb sowieso het geld niet, dat duurt nog heel lang. Dus als ik er eentje pack, dan ga ik het never nooit meer wegdoen. Om 6 uur uit, ik wil graag thuis spelen man. Aangezien er nog aardig delay is met FIFA momenteel. Ga je wel naar Boedapest? Boekarest. Daar ben ik al geweest man. Dat heb ik niet zo goed gedaan. Dat zeg ik net, namelijk lief. Ik wil graag thuis spelen. Kun je zien of je thuis speelt als de tegenstander ingeladen wordt. Als de tegenstander nog niet staat, dan staat wacht op tegenstander. Dan komt er op zo'n Fit Champions kaartje. Dan, dingetje, dan betekent dat je thuis speelt. Maar staat hij er al, betekent dat je uitspeelt. Zoals nu staat hij er al. Zie je? Hoeveel gaat op je team zitten? Aardig wat. Kan ik je wel vertellen. Kijk, zie je, wacht op tegenstander en die komt hierin laden, dan speel ik thuis. En dan werd de tegenstander ook en dan lief hij. Want hij waarschijnlijk ook thuis spelen. Dit is echt slecht. Ik vind hem zo goed, man. Hoe speelt Hazard? Hazard is een monster, ouwe. Hij heeft 20 wedstrijden gespeeld, 13 assists en 13 goals. Sebio, 20 gespeeld, 22. Ronaldo is ziek ouwe. Hier 884 gespeeld, 910 goals, 334 assists. En ben je een goede speler, grote speler. Ah, lekker boos man. Oké, dus team overhaal. Wat zeg je nou, Dori? Overhaal.
De miertjes, tuurlijk. Het zijn allemaal miertjes. Maar wil je zo graag thuis spelen? Nou, dat wil ik heel graag. Weet je wat? Het is Bram Weerman. Bram Weerman. Klaas Lucas. Aboyang. Aboyang. Hoe ging je kwalificaties? Niet heel best, man. Ging eruit een knock-out. Verloor de best op 3. Verloor de eerste punt met penalties. Tweede won ik met 3-0. En laatste verloor ik met 2-1. Maar tegenstand was ook wel goed, hè. Maar ja, had meer in gezeten. Waarom wil ik nooit meer thuis ingeladen houden? Alleen maar uit. Ze willen me uit hebben. De Dutch Wolves. Ik speel PlayStation 4. Je kan het ook altijd zien aan de toetsen eronderin. Wat je ziet. Bij selecteer terug, et cetera. Team thuis, tuurlijk. Maar ik mag niet thuis meer spelen, man, van hier. Oh. Oh, gebruik je geen Lala? Ik vind Lala niet zo fijn, man. Kas Jansen, thanks voor je subby. Tuurlijk, Dori. One eternity later. Ja, dit is lang, hè. We hebben een tegenstander. Wat gaat het worden? Ik neem mijn koptelefoon af. Gucci gang! Gang bang! Zou wel pekluk gehad houden. Rood kaartje Grizzly. Het zijn nieuwe. Het zijn nieuwe doen allemaal en nieuwe. Wow, mijn pet zit niet lekker houden. Wow, hey, rustig man! Mijn pet zit echt niet lekker. Ik heb hem verkeerd opgeladen. Het is niveau de normaal, niveau. Fraude voorzetten. Noem het Tony Kroos NL. Nee, noem me niet zo, man. Dat gaat helemaal mis. Sowieso niet goed getimed. Sowieso niet zitten houden. What the fuck?
Ah, ik telde hem. Sorry als de nightbot je een time-out geeft. Als je het capslock gebruikt, dan wordt hij helemaal lijp. Sorry daarvoor. Ik heb kort ook moeten doen. Oh, de eerste keer dat ik een corner time hoor. Moet je gang bam. Denk je dat Pogba dan... Ja, zou eens kunnen man, omdat hij lang is natuurlijk ook. Dan wordt het een soort gullet, hè, eigenlijk. Korte potjes. Liter 1. Ja, we stoppen ermee jongens. Dat is mooi geweest. Het is mooi geweest, we hebben 10 punten. Dus bedankt voor het kijken allemaal. Volg de laatste 3. Het gaat allemaal met 10 punten natuurlijk, hè. Dus ja, weet je, 27 is prima. Natuurlijk gaan we door, man. Jongen, jullie trappen roken ook, hè? Oh. We gaan helemaal los houden. Groetjes daar. Oh, jezus. Jullie trappen echt in. Jullie dachten dat ze maar serieus zouden. Ik dacht al. Ik zag ook gewoon jullie thuis zitten, hè. Weet je van. What the fuck, deze gast top gewoon bij 27-0. Hij is niet goed bij zijn hoofd of zo, snap je? Ik zag jullie echt gewoon thuis zitten, ouwe. Ja, man. Oh, wat is je kreeg. Ik denk als ik zou stoppen bij 27-0, zou mijn moeder gewoon boos op me zijn, man. Oh, twee streams. Ja, YouTube doet een beetje raar bij mij, man. Oh ja, joh, NL, spreek je maar zo veel. Niet veel, maar wel is nog. Soms dus. Of ga je in de 27-0? Oh ja, de Rio AIK Gaming. Als je weer dat doet. Met hoofdletters dan. Wordt een Nightbot boos. Dus ik moet hem even aanpassen, ouwe. Nightbot, moet ik even naar de stream doen. Sorry als je daardoor getime-out wordt. Dat is niet de bedoeling. Dus kijk uit met hoofdletter, jongens. Dus. Waarom moet ik dat uitspelen? Van, een game is geen game. Lekker teampje heb je, man. Zala. Oh, ik wil ook een keertje goede rode kaartjes pakken, man. Zo Sala of zo, een Griezmann. Ik heb direct een 29e game. Oh, dat is heftig, ouwe. Nou, dat tref ik het nu toe nog wel leuk. Maar Nick is ook gewoon een monster op de Xbox One. We
Loop, loop, loop. Ja, ik zeg wel loop, pannenkoek. Moet mis, zijkanten. Zo vol in het midden. What the fuck? Wat gebeurde er nou, hè? Wat gebeurde er? Ja, ik mis hem toch waarschijnlijk, dus dat maakt ook niet uit. Ik mis hem altijd. Geen idee wat er gebeurde. Wat een lelijke bal, Jezus Christus. Dat is switch niet goed. Oh, dat geeft hem niet. Oké, chill. En nu wel bij spel, bij spel, bij spel. Scheids, scheids, scheids. Geen bij spel, wat? What the fuck? Hoe is dat geen bij spel? Muziek is muziek weg. Nee, kijk, ik neem de muziek weer terug. Wow, lekker. Lekker. Counter. Let's go. Nee! Hij draait het verkeerd. Oh ja, lekker. Alexandra ligt nog daar op de grond. Heel fijn. Oh joh, dat kon ik goed weghouden. Dat je dat niet zag, dat je op de grond lag. Dan was ik de Sjaak geweest. Oh, come on nou, loop even lekker. Hele lekkere bal. Jongen, jongen, jongen. De ballen gaan zo traag die ik geef, man. Oké, dit is lekker. En dan is die aanname weer niet helemaal 100. Uh-oh. Lekker, goede tackle. Ah, jongen, waarom deed dat zo ver voor je uit?
Ja, loop niet door. Pannenkoek. Ik dacht dat het Eusebio was, dus ik schoot. Ik weet dat het kan, dat het niet kan. Dan kan het wel niet op die manier, zeg maar. Hij is goed, man, de tegenstander. Hij heeft in ieder geval zin in, laat ik het zo zeggen. Ah, die zat. Die zou zitten. Ah, jezus, wat een bal. Oh, hij pakt hem weer. Oh, man. Zo dom. Ja, dat was perfect geweest. Oh. Let's go! Hou binnen, hou binnen, hou binnen. Lekker. Ah, nog iets dichterbij dus. Oeh, is blind ingestapt. Blind ingestapt. Kom maar, Rams, kom maar. Ja, een counters, jongen. Ik word er schijtziek van. Niks te vertellen. Toch scoren. Dan doe ik het gewoon niet goed, hoor. What the fuck doet hij met zijn keeper houden? Ja, neem een kop koffie bij, Pik.
Neem er een kop koffie bij. Hij schakelt niet naar Ronaldo. Let's go, man. Yo, Dani, dat is goed, jongen. Oh, fucking hell. Sweet. Zo goed, man. Alles wat hij aanraakt is gewoon zo gevaarlijk, man. Maar zo oprecht een goede tegenstander wat ik tegenspeel, man. Echt heel ziek. Oh shit. Lekker keeper. Hij had ik zou bewegen. Ramos. Ja, goed gezien, scheids. Trots op jou. Kusje erop. Ik ga het hier doen. Ah, nee. Kom maar. Nee, niet weer de counter. Niet weer de counter. Schoppen. Gewoon schoppen. Nee. Oef. Schoppen. Hij is fucking ziek met counters, man. Ah, hij is echt ziek met counters. Hij is wel unlucky ook, man. Shit, hey. Hij heeft 2 schoten of zo. Ik ga hem niet weer overkomen, pik. Geen 3 keer scheidsrecht. Geen counter om te horen. Oh, wat een heerlijke bal zeg. Gatsidari. Ja, dat ook niet zuiver. Hij voelt hem al aankomen, ouwe. Mijn bal. Rustig. Oké, top. Iemand diep. Lekker. Netjes. Easy. Ja, YOLO, joejoe.
wel eens komen. Jongens, ik ga even plassen. En mijn ding op de. Serveren, gewoon 11 potjes op een rij. Van een pauze zonder rust. Let's go, man. Get it. Tony doet plasje, ja, dat moet ook gebeuren. Er zijn twee streams, ja, hij spaced hem over. Hij spaced hem lui op YouTube. Naar de bot kijk gewoon een band van hoe heet het. Of Daniel kijk gewoon een band. Lekker nightbot jongen, trots op je. Zero, kijk eens man, hij staat er al, TVS. Prime Fiera wel, Prime Gullet denk ik niet man. Mag alleen weten of je lange bal speelt, nee ik speel geen lange bal man. Stuur mijn spelers bijna altijd handmatig weg. Beste opstelling, denk dat iedereen tegenwoordig speelt. 4-2-3. Doe je met rode kosten op de bank? Nou ja, binnenkort. Er is al een keertje Prime, noem je dat? Prime Ronaldo, Prime Eusebio, wat dan ook, zou een keertje komen. Als SBC natuurlijk, als Icon SBC. En dan kan ik Rui Costa inleveren en die heb ik maar voor 300k gedaan. En dat is goedkoper dan alle baby icons en et cetera.
Thanks, Kaasblok. Ik ben echt moe, ouwe. Ik hoop echt dat ik niet zo hele goede tegenstanders krijg. Ik ben echt kapot. Let's pray. Asia Esports. Hoog eindig, man in de Weekend League. Goed spelen, continu goed spelen. Goede prestaties halen. Je valt het meest op wanneer je goede prestaties neerzet. Dus zo word je ontdekt. Dus win je veel toernooien, et cetera. Ik ben helemaal kwijt. Ik ben getimed. Sowieso de laatste pot een beetje kwijt, man. Timen. Wat is deze man toch allemaal aan het doen? Is hij een tijdrek of zo? Ja, dat is bij het spel. Oh man! Ik heb echt wel met zijn keeper houden. Oh, wat een leuke goal. Let's go. Nee. Dat kan niet, Tony, man. Kom op. Hij weegt alleen maar met de tweede man. Ja, zie je? Als je instapt, is hij weg. Ronaldo en Eusebio missen die bal, maar dat kan toch niet? Ah, come on. Come on, Lucky. Why, yo? Hoe ongelukkig ben je, ouwe? Hoe ongelukkig ben je, Jezus Christus, hé. Speel je op de bek. Oké. Wat moet je hier aan doen dan? Niks gecreëerd, niet eens over middenlijn geweest. Helaas.
En nog heeft hij hem. Hij staat in die andere hoek, ouwe. Dit is echt niet leuk. Wat is hij aan het doen nou altijd, man? Ja hoor. Ja, lol. Was er bijna, man. Ah, jongen, het zit ook niet helemaal mee ook, man. Ik kan nu wel. Haha, lekker punt. Ah, jongen, nou, ken nu weer niet. En hoe niet? Jezus. Oh mijn god, wat een pech zeg. Oh. Kom maar. Goeie bal. Yes man, let's go. Goeie goal. Jezus, Hasha, je kan toch wel beter dan zo'n bal geven? Kom op nou, man. Yes, man, let's go. Come on, eentje.
Eentje. 58, dat is best wel hoog, hoor. Zo. Zou ik eindigen dan? Best wel laag. Voor 97. Ik denk dat ze het laag houden. Zou ik hier eindigen? 21. Niet best. Ja man, 29, lekker man. Gewoon prima. Let's get it! Oh. Klaar ben nou, ben ik kapot. Shit. Lekker filmpje kijken of zo. Succes, dankjewel Ico. Bruin van Putten, thanks voor je subby. Alright, laatste. Hopelijk een beetje gunstig. Ik heb geen zin in weer zo'n moeilijke. Nou. Dankjewel Roos. Gaan we voor. Duizend kijkers, oeh. Het is lang geleden dat ik dat gehaald heb, ouwe. Duizend kijkers, ziek hoor. Zeker Prime. Ik denk toch... Ik weet niet, ligt er nou hoe je hem gebruikt. Bijvoorbeeld... Eusebio vind ik echt een goede spits, echt een hele goede spits. Maar aan de zijkant vind ik hem iets minder. Een Cruijff vind ik weer aan de zijkant fijner en vind ik Eusebio weer wat minder. Alright, let's get it. Let's get it done. Let's get it! Oh, let's go man! Dus even 13 potten op rij houden. 13 potten op rij. Zonder pauze, zonder rust. Alleen maar geknald. Bij het spel of niet? Zo! Is het rood? What? Eerlijk jongens, dit is toch rood? Dit is toch rood, ouwe? Oh joh. Wat een lijpe shit. Mijn
goede bal. Is een goede bal, zeg. Deze gast het ook goed, hoor. Oh, maar goed, wat ben ik aan het doen? Keeper? Lekker. Die moet van mij zijn. Is get it? Let's go! Oh, 1300 kijkers houden. Keiziek. Let's get it, boys. Let's get it. Kijk uit voor de caps lock. Nightbot is boos vandaag. Hij bent iedereen met caps lock. Ja, geeft iedereen een timeout. Ik moet het even eraf halen naar de stream. Sorry als je time-out krijgt door de nightbot. Je boss, zo ziek in die achterste lijn halen. Of naar achterlinie komen, zo ziek in. Met die echt heel knap houden. Ah, kom op binnen, natuurlijk pik. Goeie bal. Oh nee! Kom maar te schieten dan. Ah! Voor mij. Wow! Ah, dat is niet goed, man. Dat is niet goed. Oh, schakel niet. Niemand stond daar, man. Oeh, zo. Dat is een boze Campbell, zeg. Waar is het wel?
Oké. Schoppen of... Is het nodig? Ja, oké, is nodig. Ik moet hem schoppen. Ik moet hem schoppen. Lekker. Lekker man. Dus, ha, kom goed weg. Uit het voordeel. Ha. Ja, gewoon terecht houden. Ik ben meer over mijn zesmaal. De nightboard weg? Oké, wacht, ik haal de nightboard even weg. Sorry als je time-out hebt. Hij is weg. Hij is weg. Onze kistjes heb je net geschoten. Mwah. Niet geweldig houden. Het is niet zoals ze dachten. Heel eerlijk, bro. Je ziet het ook. Soms raakt hij de bal heel raar of zo. Dan komt puur door de vierster. Dat is een domme bal van mij. Ah, ik deed die voet er al net te laat. Goed zo, schopje. Lekker, sterk. Sterk. Ah joh, dat is lucky. Is hij snel genoeg? Even rustig opbouw zetten. Dat zou staat steeds niet lekker. Kijk, hij is helemaal uit positie. Ja, zou steeds, man. Andere kant. Oh. Ja, ze staan niet goed, man, mijn spelers. Ze staan niet goed gepositioneerd nu. Ja, gelukt, Loma. Lekker pik. Sterk. Had hij verwacht. Wow, oké. Okay. Het tempo opschroepen denk ik. Hm? Voorin dan. Verdedigend doe ik wel goed nu. Ja, ga maar. Hier, ga je. Oh, ik mist hem. Oh, we gaan alweer. Zie, ik moet wel sneller naar voren gaan. Nu komt er wat meer ruimte. Nee, dat die glitch. Oh, dit is zo dom. Ik dacht dat hij zou instappen. Komt hij aan? Golazo! Tuurlijk. Jantje! Ja, de Rino geef ik niet meer weg, jongens. Nu is hij wel binnen. Zeker als mijn tegenstander nog een schot op de doel heeft, dan wordt het heel lastig. Zie je, ik moest gewoon een tempotje hoger of iets sneller naar voren en dan kwam er ruimte. Ik deed het langzaam. Op een gegeven moment ga je proberen op safe te spelen op een of andere manier. Waardoor het allemaal te langzaam gaat, waardoor je minder gaat creëren en je tegenstander juist nog beter in zijn spel komt. En dan... Ja, dat is een dom man. Maar ja, is goed gekomen. Ah, dat is dom. Oeh, dat is ook niet slim. Tuurlijk!
Bijna 1700 kijkers, jongens. Heel ziek, hoor. Heel ziek. Thanks voor het kijken nog zo laat, hè. 11:30, hè. Heel ziek, hoor. Kun je Weeklyk spelen? Tot morgenochtend. Tot morgenochtend, dag 8 of 9 uur of zo, zoiets. Ah, we zijn Ronaldo. Hij wist het. Hij wist het, dat zag hem aankomen. Hij dacht, deze jongen gaat het niet meer serieus nemen. Ja, lijp gehad nu. Oh my god, my god. Toch wel zonde, hè, dan. Nou, dit verpest toch wel een beetje het sfeertje, jongens. Dit verpest toch wel een beetje het sfeertje. Hij doet al niks meer. Lol. Oh. Ja-la-la-la-la-la-la-la-la. Tony Coconut, Coconut, Tony Coconut. Yay! Yay! Nee, scheids? Scheids! Ja, dank je. Let's go. Let's go, man. Tuurlijk. We zijn er weer blij mee, jongens. We zijn er weer blij mee. De goaltjes kijken nog. Dit was wel lekker op zich. Tuurlijk. 1700 kijkers, jongens. Deze was heel ziek. Bam, deze wist ik al, hè. Toen ik hem gaf, dacht ik, ja man, dit is hem. Deze was ziek. Dat ik dacht dat ik hier zou schieten, man. Toen voederrol. Kijk hoe je die instapt. Bam. Ja, toen was die er klaar. Maar die was lekker. Alright, let's go, man.
20. Oh, ik ben toch wel iets gestegen dan. Toen hebben we aardig wat puntjes bijgekregen. 23,5 was hij. 18,1. 26. 3. Matig. Alright. Dames en heren. We hebben hem weer te pakken. De 30. Thanks voor het kijken allemaal. En thanks voor de support. 1700 kijkers. Fucking ziek. Thanks voor de support. En thanks voor iedereen die ook in het begin vanaf het begin erbij was geweest. Wacht, gewoon met natuurlijk wel eerst de titel veranderen. Vanaf het begin erbij was geweest. Bij het begin van de stream beseffen. 13 potten op een rij, jongens. 13 potten op een rij. 13 potten op een rij. Ongeslagen. Allemaal achter elkaar doorgespeeld. Geen pauze, niks. En door! Dat is nog. Let's go, man. Vergeet me niet te volgen op Instagram als je wil weten wanneer ik weer live ben. Doe subscribe, like, doe al die shit, man. Let's go, man. We gaan nog een door. Thanks voor je support, jongens. Oh ja, mijn Instagram staat als Tonico.nl. Gewoon Tonico.nl, dat is een YouTube, ja, je weet toch? Let's go, man. Hey, thanks voor je support, man. Thanks, mods. Kaasblok, doe die als je nog bent. Toompie, Roos. Thanks. Love. Later. Love.